Als je op de link klikt, krijg je een map waar je allemaal videomateriaal in staat dat je kan gebruiken. Je kan alles selecteren. En dan op downloaden klikken. En je bestanden worden gedownload. Als je bestand is gedownload, ga je naar je map downloads. En daar heb je drive download van je download staan. Dubbelklik daarop. Dan krijg je alle bestanden. En dan heb je of iets staan van uitpakken. Of als je hier in je downloads bent, kan je op je rechtermuisknop doen. En dan alles uitpakken. En kijk dan even waar hij hem neerzet. Hij zet hem nu in mijn downloads. Maar ik wil dat hij gewoon heet oefenvideo's. Oefenvideo doe ik. Uitpakken. En dan heb je daar de map met al je oefenvideo's die je nodig hebt voor het werken met DaVinci Resolve. Als je op Google zoekt naar DaVinci Resolve, krijg je de website van Blackmagic Design. Als je op de website kijkt, dan kan je iets naar beneden scrollen en vind je hier Free Download Now van DaVinci Resolve. Je krijgt dan nog een keer de mogelijkheid om DaVinci Resolve of de studio versie te doen. De studio versie is de bepaalde versie. Dus ik kies voor de gratis versie en ik heb een Windows computer. Dus ik klik op Windows. Dan moet ik wat gegevens invullen. Naam en achternaam, bedrijf eventueel. En dan klik je verderop op Register en Download. En dan kan je download beginnen. Als het programma is geïnstalleerd en je opent het programma, krijg je eerst het opstartscherm van het programma. Daar zie je projecten die je al gedaan hebt. En kan je kiezen voor een nieuw project om een nieuw project te openen. Mooi vind ik dat je meteen kan zien wat er ook weer in dat filmpje zat als je eroverheen gaat. Klik op nieuw project openen. Wordt dan gevraagd om een naam te geven aan je project. Ik noem hem Zuid-Afrika 2023 of 22 was het. Create. En ik krijg het scherm van DaVinci. Onderin heb ik een aantal tabbladen staan. Deze heet Media, daar kan ik allemaal al mijn bestanden in zetten. Dit is ook een soort editingprogramma. Maar we gaan dit editingprogramma gebruiken, waar ook edit bij staat. Daar gaan we straks al onze bestanden inzetten en verwerken. Er zit nog een color page bij, waarbij je de kleuren kan aanpassen. En er zit ook nog een muziekprogramma bij, waarbij je de geluiden kan aanpassen. Maar we gebruiken alleen de edit en aan het eind de deliver. Dat is de pagina waarop je je film klaarmaakt om af te monteren of te uploaden naar bijvoorbeeld YouTube of iets anders. Zorg dat je op de pagina bent van het edit. Dus ziet het er anders uit, kijk dan even of je in de edit pagina bent. Jouw pagina kan er ook iets anders uitzien dan de mijne. Ik heb al een aantal dingen openstaan, zoals effecten, mediapool, die zet ik weer even aan, en ook mijn inspector, dat ga ik je later uitleggen, staat aan. En een mixer, maar die zie je nu niks, omdat we nog niets te mixen hebben. In de mediapool zet ik straks mijn videoclips die ik wil gaan editen. Mijn effecten gebruik ik om bijvoorbeeld titels in mijn programma te zetten. Of om overgangen te maken. Of een heleboel andere effecten die je in DaVinci Resolve kan gebruiken. Als ik de inspector uitzet, zie je hier twee schermen. Dit is het scherm waarbij je je voor-edit doet. Je zet daar een filmpje in. Je maakt je langer en korter. Daarna zet je hem op je tijdbalk. En in dit scherm, het rechterscherm, zie je straks je tijdbalk. Ik kan het beter uitleggen als we allemaal filmpjes hebben. Ik heb een map klaargezet met alle filmpjes die ik wil hebben. En die map die heb ik genoemd DaVinci Oefenmateriaal. En je kan hem ook downloaden met de link die bij het filmpje zit. Ik heb een aantal muziekbestanden ingezet
en een aantal filmbestanden die ik een naam heb gegeven, zodat ik ze later kan herkennen. Ik selecteer alles wat ik nodig heb, door te slepen met mijn muis of gewoon door aan te klikken. En ik zet ze in mijn mediapool hier. Je ziet, ik kopieer nu 19 bestanden naar mijn mediapool. Er wordt dan gevraagd om de framerate te veranderen. Change framerate. Framerate is het aantal beeldjes per seconde wat er in mijn film komt te staan. Het kan zijn dat mijn camera met andere snelheid opneemt dan mijn programma is ingesteld. Als ik op change klik, wordt mijn programma aangepast aan de filmsnelheid, aantal beeldjes per seconde wat mijn camera heeft. Ik klik op change, waardoor het aangepast wordt. Deze map kan weg. En hier staan al mijn filmpjes in mijn programma. Op mijn computer is er niks verplaatst. Ik heb alleen maar tegen mijn programma gezegd van kijk, deze filmpjes ga ik gebruiken en daar staan ze in deze map. Je kan geluidsbestanden herkennen en filmbestanden. Als ik iets wil editen, klik ik er dubbel op. Als ik er overheen ga, kan ik trouwens zien wat er in mijn filmpje gebeurt. Maar ik heb nu gedubbelklikt en ik zie het in het eerste scherm staan. In het eerste scherm ga ik kijken welk stukje van deze film ik wil gebruiken. Nou, ik speel hem af. Afspelen doe ik meestal door de spatiebalk te gebruiken. En ik zie daar wat olifanten bij elkaar staan en die langzaam in beweging komen. Nou wil ik het stukje gebruiken waarbij ze net daarvoor in beweging komen. Dus zeg maar vanaf hier. Daar wil ik mijn filmpje gebruiken. Ik gebruik daarvoor de I van in. En ik vind het mooi tot ongeveer nou, hier. Ik stop hem even en ik klik op O van out. Je ziet dan dat dit stukje van het film is geselecteerd. Van in naar out. Dit stukje wil ik gebruiken. Ik kan dan mijn film naar de tijdbalk slepen en hem hier neerzetten aan het begin. Ik zet hem helemaal aan het begin. Ik zie dan dat er een blauwe en een groene balk verschijnt. De blauwe balk is mijn beeld. Ik kan dat laten zien als ik deze iets groter maak. Als ik hier tussen ga staan en hem iets omhoog sleep, wordt hij wat groter. En dan zie ik, oh ja, dat is dat filmpje van mijn olifanten. En hetzelfde kan ik doen met mijn audio, met mijn geluid. En dan zie ik mijn geluidsgolven daar. Audio en video. Dus video voor blauw en audio voor groen. Ik heb nu mijn eerste stukje film erin gezet. En ik ga meteen nog een stukje film. Ik heb hier ook een paar mooie olifanten. Of deze. Ik dubbelklik weer. En ik zie nu in dit scherm een stukje film wat ik nog ga voorediten. Waar ik nog mijn in en out van ga bepalen. En in het rechterscherm staat mijn tijdlijn. Dus het stukje wat ik hier onder al op staan. Als ik hierheen ga, dan zie ik het ook op de rechterscherm veranderen. Maar ik wil van dit stukje film weer de in en out bepalen. Hier doe ik mijn in. En hier doe ik mijn out. En ook dat kan ik er zo achter slepen. Er is echter nog een andere manier om dit te doen. In plaats van dat ik het achter zet, kan ik het ook naar mijn film in de rechterkant slepen. En dan zie je dat daar een scherm verschijnt. Nog een keer, ik sleep hem naar rechts en ik zie er een aantal mogelijkheden. Ik kan het overschrijven, dan komt hij in plaats van het bestand te staan wat ik beneden heb staan. Maar ik wil het aan het eind hebben staan. Append at end. Deze gaan we straks nog doen met insert, dat is dat ik hem ergens tussen twee beelden doe. Maar ik zet hem nu aan het eind. Hartstikke handig, want als mijn tijdbalk heel lang is, dan kan ik het hier vaak slecht zien. En dan kan je gewoon een stukje film aan het eind doen. Neem deze filmpjes, zet ze in je programma en zet eens twee of meerdere stukjes film achter elkaar waarbij je een in en een out van het filmpje hebt gedaan. We gaan er nog wat stukjes achter zetten. Ik hoop dat het bij jou ook gelukt is. Ik pak een stukje van deze, dat is een leeuw. En als ik dubbelklik, komt hij weer in mijn eerste scherm te staan. Ik bepaal een in. Nou, dat is ongeveer als de leeuw net in beeld komt, zo hier. In. En ik sleep nog een stukje verder naar. Oh, ik sleep nou de in verder. Ik zet hem een stukje verder. Waar we weggaan. Nou, zeg maar hier. Daar zet ik mijn O van out neer.
Ik zet hem weer at end. Wat ik nu ga doen, wat je misschien soms wel eens gezien hebt in films. Deze film, daar rijden we langs. Maar ik heb ook een mooie close-up van deze leeuw. Deze film, deze leeuw rijden we langs. Als ik daarop dubbelklik en ik wil daar een in en een out van zetten. Hier ongeveer. Dan kan ik dat als een soort close-up boven op mijn andere stukje film zetten. Ik kan meerdere laagjes film op elkaar zetten. Het bovenste filmpje wordt dan getoond. Ik zal het laten zien. Ik kan de film slepen naar mijn tijdbalk. Dan heb ik een blauwe en een groene van het geluid. Maar ik wil alleen het beeld hebben, niet het geluid, want het geluid heb ik al. Dan klik ik op deze. Hier heb ik alleen het geluid, hier heb ik alleen het beeld. En deze zet ik dan boven op mijn leeuw die ik al heb. Dus ik heb nou geen geluid van deze shot, maar alleen het beeld. Nou, als ik dan de tijdlijn aanzet, dan gaat hij naar de leeuw toe. En dan weer terug naar het overzicht. Dan vind ik dit stukje een beetje lang. Ik heb hem al geëdit met een in en een out, maar ik kan dat ook hier doen. Door deze balken te slepen, kan ik het in en het out korter maken. Ik zeg hem nog een keer. Als mijn beeld een beetje haperig is, mijn laptop kan niet zo goed tegen dat ik en aan het editen ben en aan het opnemen ben tegelijk. Dus sorry daarvoor. Nou zag je dat dit een hele harde overgang is. Van in ene gaat hij naar dat. Dat kan ik ook zacht maken. Een fade noemen ze dat doen. Door deze witte een stukje te slepen. En aan de andere kant de fade out. Dus ik heb een fade in en een fade out te doen. En dan gaat hij langzaam over naar het andere beeld. Hij laat het nu niet zo mooi zien. Maar het overgang wordt wat zachter daarin. Pas dat aan zoals jij het wil. Zet een beeld bovenop een ander beeld en maak daar een fade in en een fade out van. En kijk of je hem langer en korter kan maken. Nou, ik hoop dat het bij jou ook gelukt is. Ik pak nog een stukje van mijn Afrika film. En even kijken hoor, deze vond ik ook wel mooi. Ik deed trouwens nu niet dubbelklik, maar ik sleepte me naartoe. Dat kan ook. Ik bepaal weer een in. Als je net zo mijn beeld inloopt. En een out. Ik zet hem weer achter mijn bestand. Nee, ik wil even wat anders laten zien. Als ik mijn rode balk hier heb staan. Zo, zeg maar. Dat is nog voor mijn olifant. Na mijn olifant. Dan kan ik mijn filmpje in plaats van at end ook insert doen. Hij komt dan op de plek van de rode lijn. Let maar op. Kijk, dan zet hij hem hier netjes tussen. Als ik hem daar nou niet wil hebben, dan kan ik hem aanklikken. Dan heeft hij een rood randje en dan kan ik hem verwijderen. Verwijderen kan je op twee manieren doen. Als ik op delete klik, dan schuift hij alles weer op naar die plek toe. Dat kan handig zijn, want dan schuift het zo netjes op. Maar als je een heel complex systeem hebt, kan het wel eens zijn dat andere dingen verschoven raken die je misschien niet wilde. Ik doe even Ctrl-Z. Met Ctrl-Z kan ik altijd alles terughalen. Als ik in plaats van op Delete op Backspace klik, dan verwijdert hij, maar blijft dit staan. Ik kan dit in zijn geheel selecteren en zo weer aansluiten. Nou, op deze manier kan ik beelden erbij gaan zetten. Ik kan hier weer een close-up bijzetten. Nou, die zit in het begin wel mooi. Een out daar. En een in daar. Al wil ik nog laten zien, als ik terug ga naar een beeld wat ik eerder gebruikt heb, dan zie je de in en de out nog gewoon staan. Deze zet ik er weer als beeld bovenop ergens. Oh, die wordt alleen maar heel lang. Ik kan dit beeld ook eventueel langer maken, wat ik eronder had staan. Deze wat korter misschien. En zo kan ik gaan bouwen aan mijn eigen videoclip. Zet een aantal beelden achter elkaar. Gebruik de clips die je hier allemaal hebt staan van de dieren. En de volgende stap is dat we daar een muziekje onder gaan zetten.
hoop dat je bij je gelukt is om een aantal mooie beelden achter elkaar te zetten en die te knippen. Nou, ik ben ook al bezig. Ik heb wat apen achtergezet. Ik heb hier nog een leeuw waar ik een stukje van wil doen. In. En out hier. En die wil ik hier ertussen zetten. Dus insert, dat die voor mijn leeuw staat. Nu heb je misschien al gezien dat als je een stukje sleept, dat hij dan aan het eind automatisch er naartoe beweegt. Klik. Misschien doet het je wel denken aan magneten. Als je die dicht bij elkaar houdt. Nou, dat klopt wel, want mijn magneet staat aan. Als ik die uitzet en ik beweeg ze, dan doet hij dat niet. Nou, het risico is dan dat er een kleine zwarte opening tussen blijft. Of dat ik een klein beetje over mijn andere film heen ga. Dus ik zet mijn magneet aan. Die heb ik bijna altijd aanstaan. Een andere die bijna altijd aanstaat is deze link. Die zorgt ervoor dat de bovenste, het beeld en het geluid met elkaar gekoppeld zijn. Als ik die uitzet, kan ik mijn beeld opschuiven. Nou, je kan je voorstellen als iemand aan het praten is en het beeld is heel anders, dat het heel raar wordt. En heeft er ook al heel groot rood aan dat ik 2 seconden opgeschoven heb. Ik zet hem gauw weer terug en ik zet mijn link weer aan. Soms kan het wel eens handig zijn om die aan te zetten. Je ziet in een heleboel geluidsbestanden waar eigenlijk alleen maar een hoop ruis achter zit. Ik ga een aantal geluidsbestanden eerst eens wat zachter zetten. Klik op de eerste. En in mijn rechterscherm heb ik de tijdlijn staan, maar ik klik nu op Inspector. Je ziet dan mijn tijdlijn hier links komt te staan. En in mijn Inspector staan een heleboel dingen over mijn videoclip. Bij videostijl staat, nou, of ik op ingezoomd heb of niet. En of ik hem misschien een beetje opgeschoven heb of niet. En zo kan je allemaal beelden maken en schuiven. Je kan hem draaien, je kan er van allerlei dingen mee doen. De snelheid veranderen. En ik kan ook het geluid veranderen. Bij audio kan ik het volume iets wat omlaag draaien. En zie dan dat hier die streep ook een stuk kleiner wordt. Ik kan het volume omlaag doen. En hier al deze dingen kan ik het volume omlaag doen. En ik heb er nu meer geselecteerd. Dan kan ik het volume voor meerdere omlaag doen. Deze gaan we later nog gebruiken. Die zorgt ervoor dat als iemand hard praat en de andere zacht praat, dat het geluid een beetje gelijk getrokken wordt. Maar voor deze video hebben we dat niet nodig. Nou, ik heb de meeste geluiden nu heel zacht gezet. En ik ga er een muziek onder zetten. Je mag zelf kiezen welk muziekje je pakt. Ik kies, nou welke zal ik doen, maakt niet zoveel uit. Deze, ik dubbelklik erop. Ik vind dit wel een mooi muziekje om eronder te zetten. Ik pak hem, of ik pak hem daar vandaan of uit mijn balk. En ik zet hem onder mijn andere geluid en ik zorg dat ik helemaal naar links ben aangesloten. Nou, wat ik zelf altijd mooi vind om te doen, is om de muziek en de beelden overeen te laten komen. Dus ik zou dan, kijk hoor, op dit punt, ik ga even inzoomen, dat kan ik met deze doen. En ik kan precies bij mij zien dat dit het inzoompunt is. Dat ik dit beeld daar ga knippen. Nou, ik kan het op verschillende manieren doen. Ik heb een snijmesje en dan knip ik hem daar precies. Klik ik weer op de selectiebalk. Dus ik had eerst het scheermesje om te snijden. En nu kan ik dit stukje verwijderen. En deze sluit ik aan. En hier heb ik weer een stukje overgang. Dus ik kan deze korter maken. Je kan het snijden of korter maken. En hier heb ik. Hier zit weer een muziekstuk, een maat, maak hem precies daarop. En als je op die manier je videoclips mooi op maat maakt, op de muziek krijg je een hele strakke videoclip. Je ziet het bij mij niet zo slecht omdat
de opname daar wat voor in verstoort. Maar probeer het zelf maar. Als je wat moois hebt gemaakt, is het ook leuk om er een titel voor te zetten. Nou, ik wil een titel aan het begin zetten. Daarvoor klik ik eerst eens op deze knop. Met deze knoppen kan je in. Deze is gewoon met de hand inzoomen. Oh, ik zie dat ik hier nog een gat heb. Kijk, deze opschuiven. Boven de leeuwen. En ik kan meerdere bestanden selecteren en die opschuiven. En ik heb nu, als ik op deze knop klik, krijg ik het complete bestand in beeld. Nou, ik heb niet zoveel gedaan, dus mijn geluid is een beetje lang. Nog iets langer nog, gaan we straks doen. Maar met deze knop zet je dus altijd precies in beeld van mijn hele film in beeld. En met deze knoppen kan ik zelf nog wat in- en uitzoomen. Aan het begin van mijn film wil ik een titel zetten. Ik selecteer alles om aan het begin wat ruimte te maken. Ik zoom een klein beetje in. En ik schuif alles een klein. Nou, mijn muziek mag wel al beginnen bij het begin. Dus ik selecteer mijn muziek en schuif die naar voren toe. Bij mijn effecten, als je hem niet ziet, zet hem even aan hierboven. Staat bijvoorbeeld titels. Nou, dan kan ik allemaal titels kiezen die ik wil doen. Er zijn er best wel heel veel manieren. En als je daar op dubbel klikt, dan zie je ze hier in beeld ook. En dan kan je zien wat hij doet, de titel, als je er overheen gaat. Of ook als je er hier overheen gaat, kan je zien wat de titel voor iets doet. Zo gewoon met mijn muis eroverheen te gaan. Ja, ik vind deze wel leuk voor Zuid-Afrika. Ik sleep hem naar mijn menubalk. Ja, ik zie dat ik mijn video's nog even iets verder moest opschuiven. Dus ik ga weer even het geheel in beeld brengen. Selecteren. Klein stukje opschuiven. Dan past mijn titel ertussen. Op welke balk ik hem zet maakt niet uit. Ik kan hem op video 1 zetten. Of 2 of 3. En mooi is wel om al je titels op één balk te zetten. Dat al je namen op één balk staan. Op je video 1 al je gewone bestanden staan. En op video 2 dan de overlay bestanden, de bestanden die erop legt zitten. Nou, als ik het dubbel klik op mijn titel, krijg ik rechts de naam kan ik dan veranderen. Wat ik ook kan doen is erop klikken en dan de inspector aanzetten. Dan krijg ik het ook. Nou, heet sample, dat vind ik een beetje saai. Ik zet even mijn muis op de titel, kan ik zien wat ik doe. En ik heet Zuid-Afrika. Met een streepje natuurlijk tussen. En als ik iets naar beneden ga, dan kan ik daar allerlei dingen nog aan veranderen. Ik kan het lettertype veranderen. Er zijn heel veel lettertypes in. Nou, ik laat hem al staan. Ik vond het wel mooi. Ik kan hem dik gedrukt of schuin gedrukt doen. Ik kan de kleur aanpassen. Dat is wel heel geel. En zo zitten een heleboel dingen. De size. De grootte kan ik aanpassen. En nog veel meer dingen waar je even mee kan spelen. Onder settings staan nog wat andere dingen. Je kan daar wat commentaar bij voegen. Oh, deze setting zocht ik. Ik kan hem hier ook inzoomen en de positie, de plek veranderen als ik hem ergens anders wil hebben. Bijvoorbeeld als ik hem toch iets kleiner wil hebben. Even kijken waar de andere kant op. En ik wil hem naar rechts en naar boven hebben. Dan kan ik op deze manier mijn titel ergens anders neerzetten. Nou, ik reset het even met deze pijltjes, zodat hij gewoon in het midden staat. Ook boven mijn videobestanden kan ik een naam zetten. Nou, bij het journaal gebruiken we meestal Simplebox Thinline, deze. Die kan ik hierboven zetten. Oh, op de titelbalk. Oeps. En daar kan ik bij titel weer zeggen de leeuwen. Die zie ik alleen heel slecht in beeld, dus eventueel kan ik daar nog de kleur van aanpassen. Maar speel zelf even met titels. Zet hem aan het begin van je film, het titeltje.
Oh, dat waren duidelijk niet de leeuwen. Even opschuiven. Succes! Als je dan je film klaar hebt, nou, ik heb niet zoveel aan gedaan, maar als jij je film klaar hebt, deze nog even aan het eind fade out. Je geluid kan je ook, net zoals met die beelden, fade out doen. Als je film klaar is, dan ga je naar de delivered pagina. Dus dat is hier onderaan. Ik zat op de edit pagina, maar ik ga naar de delivered pagina. Dan zie ik nog een keer mijn hele film. En dan zie ik hier niet een in en een out, gelukkig, want anders doet hij maar een klein stukje van mijn film. Nou, ik kan op allerlei manieren mijn film klaarmaken. Je ziet al dat hij geschikt kan maken worden voor allerlei dingen, zoals Twitter of Vimeo of YouTube. Allerlei standaarden, dan maak je daar niet zo druk maar om. Ik geef hem een naam, Zuid-Afrika. Ik had mijn project een naam gegeven, maar mijn film het ook. En met Browse kan ik zeggen waar ik hem wil hebben. Dat is handig, dan kan ik hem straks weer terugvinden. Nou, ik zet hem bij mijn video's. Maakt nu niet zoveel uit. Zuid-Afrika film. Save. Dus dan heb ik hem een naam gegeven en een plek. En dan geef ik hem ook nog een format. Nou, wij werken met format MP4. Want dat is het makkelijkste delen. En mijn resolutie is 1920x1080. Mijn framerate staat wel heel hoog. Die zullen jullie misschien iets van 25 of 29 staan. En dan zeg ik add to render queue. Daarmee zeg ik, ik zet hem klaar om gemonteerd te worden. Nou, dan staat hij hier klaar. Misschien heb ik nog meer filmpjes gemaakt die allemaal hier klaar staan. Maar ik doe het gewoon per filmpje. Dit filmpje zeg ik render all. Dus ik heb hem een naam gegeven, een plek gegeven. Ik heb er MP4 van gemaakt. Add to render queue, dan staat hij hier. En dan zeg ik render all. Nou, dan kan je even wat gaan drinken. Want het filmpje is dan even bezig om te renderen. Je ziet dan hier waar hij mee bezig is. En bovenaan zie je hoeveel procent hij al aan het doen is. Ga naar deliver. Geef je film een naam. Sla hem ergens op. Maak er een MP4 van. En render hem, zodat hij afgemonteerd wordt. En zoek daarna je filmpje maar op je computer en kijk hoe die geworden is. Nog een paar extra tips. Tip nummer 1. Hier heb je een soort scheermes, een mes. Daarmee kan je je film op een bepaalde plek snijden. Je kan dan daarna dat stukje opschuiven of verwijderen. Bij de effecten zitten heel veel coole dingen. Bij de video overgang heb je heel veel dingen die je kan kiezen als overgang. Ik kies hier even raar uit. Ik sleep hem tussen twee video's. Je ziet hem daar als een wit vierkantje. En ik heb dan een overgang met een hartje van het ene beeld naar het andere beeld. Nou, ik vind deze niet zo pasbaar hier. Maar je kan dus allerlei overgangen kiezen om ertussen te zetten. Ook vind je bij de effecten, dus die heb ik aangezet, de titel generator, dus je kan allemaal titels doen. En er zijn een heleboel andere effecten die je kan doen. Bijvoorbeeld alsof je door een verrekijker ernaar kijkt. Dan krijg je dat effect en dat kan je ook bij de inspector weer bij de effecten aangeven of dat meer of minder scherp moet zijn. En een heleboel andere dingen wat je in kan stellen daarbij. En ja, daar moet je gewoon even gaan spelen wat voor leuke effecten daar allemaal in zitten. OpenFX, FX staat voor effecten. Effects zie je nog veel meer dingen, zoals dingen wazig maken. Hiermee kan je de kleur aan veranderen, voor als je met de greenscreen werkt. Dat gaan we apart nog eens een keer doen. In ieder geval, er zitten heel veel effecten onder. Een effect kan ik ook zoeken. Ik wil hier mijn transform, mijn verander effect hebben. Transform, die kan ik zoeken.
En dan hierop klikken. En ik sleep hem op het stukje wat ik wil veranderen. En hier bij mijn inspector zie ik dan behalve de video, de audio, ook het effect staan. En ik kan daar allemaal dingen gaan aanpassen. Nou, ik kan hem iets kleiner maken. Oh, ik kan hem verplaatsen, zoom. Ik wil hem iets kleiner maken. En ik wil hem meer naar rechts hebben. En ik kan hem image adjust. Ik kan hem ietsje bijknippen. Kan ik hem, even kijken, aan de rechterkant een klein stukje kleiner maken, zo. En dan kan ik hem ook nog rond maken. En dan het een beetje mooi zacht rond maken. En zo kan ik een plaatje helemaal naar maat maken en op de plek zetten waar ik het wil. En misschien juist aan deze kant. Nou, bij die staat hij een beetje raar. Maar op andere plekken zou dat heel handig zijn. Andere kleine tip. Soms kan het vervelend zijn als je alle geluiden door elkaar hoort van alle sporen die je hebt. Je kan er dan eentje uitzetten door te zeggen mute, dan is die stil. Sowieso kan ik dit spoor uitzetten met al die achtergrondgeluiden als ik hem niet nodig heb. Maar mute heb je dus één spoor wat je uit kan zetten. Of als je heel veel sporen hebt, kan je er eentje juist aanzetten.